Het is een herfstregen zondag, de 29e november, als Gemer de nummer 2 ontvangt. En dat is in dit geval EHC uit Limburg. Nieuwkomer in de hoofdklasse, maar wel een ontzettend goede ploeg die ook nog maar weinig punten heeft laten liggen. Vandaar de tweede plaats. Gemert een beetje nog wisselvallig. Bart van Berlo mag vandaag nog een keer niet meedoen. Hij is geschorst, maar we beginnen zoals gewoonlijk met de pupil van de week. Het is vandaag de wedstrijd Gemert EHC en ik sta hier bij de pupil van de week. En dat is deze week Rick Lammerts. Rick Lammerts. En Rick Lammerts die speelt in? E7. E7. Gemert. Van Gemert, ja, dat dachten wij al, hè? Anders had je niet zo'n mooi shirt aan. Hey Rick, waar sta jij bij jou in het team? Op doel. Op doel? Zo, dat is apart. En gaat het goed in de competitie? Nee. Dat geeft niks, kan gebeuren ooit, hè? Ik heb begrepen dat jij piano speelt. Dat is wel heel apart. Doe je dat altijd thuis, heb je thuis een piano? Ja. En kan je dat ook goed? Beter dan keeper of slechter dan keeper? Slechter. Hey, luister. De pupil van de week die voorspelt hier altijd, bijna altijd, de uitslag goed van de wedstrijd. Wat denk jij dat vandaag gaat worden? 2-1. 2-1 voor Gemert. Ja. Houden wij jou aan. Veel plezier vandaag. Ja. Dus na twee uitwedstrijden en een bekerwedstrijd was het voor Gemert weer eens genegen om voor eigen publiek in ieder geval de punten in eigen huis te houden. Gemert gaat het doen met Sven van Ommeren natuurlijk in het doel. Achterspeler Mark Kuipers, Mark van Dijk, Davy Vermeulen en Jens Leijten. Op het middenveld Erik van Dijk, Juri Vissers en Jasper Lallisang. En in de voorhoede Vincent Buijsen, Thijs van Pol en Joost Habrake. EHC staat op de tweede plaats. Job Bulters, die verdedigt daar het doel. Omar El Akkar, Olaf Rompelberg, Mitch Kok en Jesse Wijnen vormen de achterhoede. Bastian Wijzer, Youssef Koubali en Peter-Jan Erkers het middenveld. En de driemans voorhoede Ron Stouwmans, Lars Schulp en Karin Mahmoud. Dat zijn degenen die de elf van EHC vormen. Als scheidsrechter Bijl, geassisteerd door de heer Krijtman, de heer Veldman. Even op de foto met de pupil van de week. En die mag dan natuurlijk gaan proberen om Job Bulters met een verleden bij, ik dacht, AZ67 te gaan passeren. En dat gaat lukken? Nee, dat gaat helaas niet lukken. Maar de doelman van EHC speelt het goed mee, Job Bulters. En haalt de bal terug. Laat hem even door zijn benen gaan. En dan is dat ook, die plichtplegingen weer gebeurd. Kijken waar Gemert staat na deze zondag. Van Dijk is de eerste, dan in dit geval Mark van Dijk die voor Gemert in balbezit is. Mark Kuipers daar aan de linker van, leker verdediger. Het lijkt zich een aardige basisplaats te hebben gespeeld in de basiself van trainer Bert Ruijs. Die dus aan het eind van het seizoen Gemert gaat verlaten. Na 6 eigenlijk wel succesvolle jaren. Maar EHC, ja nogmaals, het is een heel goed voetballende ploeg. En hier in de beginfase krijgt het al de eerste grote kans en die is voor Mahmoud. Maar uiteindelijk kan doelman Sven van Ommeren met zijn vingertoppen de bal op de paal krijgen. En dan komt de bal terug in het veld. Dan Gemert aan de andere kant. In dezelfde minuut gebeurt dit allemaal. En is het Vincent Buijsen die de bal op de lat boven doelman Bulters plaatst. En dus ook golft het op en neer. Hebben beide al na een aantal minuten het houtwerk bereikt. Maar het spel is natuurlijk begonnen om de doelpunten. En hier is het opnieuw Mahmoud die daar vrij voor doelman Sven van Ommeren. Die kan hem dusdanig hinderen dat hij met een hakbal de bal uiteindelijk naast het doel weet te plaatsen. Sven van Ommeren zou dus in de loop van deze middag toch wel een hoofdrol gaan vertolken. En ook later uitgeroepen worden tot een man van de match. Van Dijk op het middenveld. Aan de linkerkant is het Kuipers die direct in balbezit komt. Juri Vissers. Die zijn plaats op het middenveld lijkt te hebben gevonden. Schot daar van Vincent Buijsen gaat langs. Wordt niet aangeraakt, maar scheidsrechter Bijl geeft een corner. Davy Vermeulen, nou die ziet dan daar in zijn hoek Vincent Buijsen vrij staan. Kopt die bal voor de voeten van Vincent Buijsen en die tekent dan voor de 1-0. Ja, zo kan het gebeuren natuurlijk. Iets wat geen corner is, wordt tot een doelpunt. En vandaar ja, de woede ook bij een aantal EHC-spelers. En bij bestudering van de beelden blijkt dat zij eigenlijk best wel gelijk hebben. En terecht dus eigenlijk bij scheidsrechter Bijl gaan vragen waarom. Dan aan de andere kant Sven van Ommeren weer. EHC bleef komen in deze fase. Het wilde zo snel mogelijk die gelijkmaker achter doelman Sven van Ommeren hebben.
En dan krijg je dit soort tafelen. Dan is het Gulpen die daar onderuit gaat. En die is dan kwaad dat hij geen penalty krijgt. Maar terecht dat de scheidsrechter wel de bal niet op de stip legt. Maar moet hier wordt het scoren voorkomen door het doelman Sven van Ommeren ten koste van een corner. Die levert EAC weinig tot eigenlijk helemaal niks op. Dan is het opnieuw Lars Gulpen die de bal daar aan de rechterkant brengt. En opnieuw is het Sven van Ommeren die daar iedereen dwars zit. Dan Gemert weer aan de andere kant. Thijs van Pol vecht daar verbeterd duels uit. Vincent Buijsen. Nou, die haalt nog maar weer eens een keer uit. Maar de bal verdwijnt langs het doel van Job Bulters. En zo blijft het nog maar steeds 1-0. Dat blijft een gevaarlijke stand. Zeker voor ploegen. Terwijl de aanval op en neer golft. Ja, je zou je zeggen vrije trap. Hier is het zeker vrije trap. En dan is het uiteindelijk inderdaad Bijl die de bal daar neerlegt. En dan is het... De spits Thijs van Poel die de bal langs het doel plaatst. Ja, Mark van Dijk, dan moet je van andere huizen komen om die simpel te passeren. De ervaring alleen al voor Van Dijk speelt in zijn voordeel. Een goede paas daar en een prachtige lop Vincent Buijsen, maar net aan de verkeerde kant van de paal en lat. En zo blijft het nog maar steeds 1-0. Maar dan gaat Gemert in ieder geval wel meer rusten met die 1-0 voorsprong. En dan komen de spelers onveranderd uit de kleedkamer en gaan het EAC op jacht naar die gelijkmaker. Die willen ze per se zo snel mogelijk achter doelman Sven van Ommeren krijgen. Maar Erik van Dijk daar, en dan aan de rechterkant daar zit de nummer 7. Maar moet weer, gevaarlijke speler daar bij hun. Eveneens Piet-Jan Erkers plaatst die bal daar precies in de hoek. En dan is het uiteindelijk de bal die over de achterlijn verdwijnt via een Gemertbeen. Corner levert niks op, maar Erik van Dijk speelt de bal dan in de voeten van een EAC-speler. En dan komt de volgende aanval alweer onder leiding van Peter-Jan Erkers. Aan de rechterkant bedient hij Jesse Wijnen. Die probeert de bal voor te gooien. Lukt ook wel, maar dan wordt hij door Davy Vermeulen weggewerkt. En Gemer krijgt natuurlijk ook wel kansen. Thijs en Pol hier wipt die bal daar heel goed naar Joost Habraken. Die komt net te laat om het doelman Bulters het moeilijk te maken. Zo golft het op en neer, is de trainer Bert Ruijs absoluut nog niet opgerust. Dat die punten over de streep worden getrokken, wordt hier de bal netjes geplaatst daar en de hoek door Mahmoud helemaal aan de linkerkant. Maar die bal wordt door Sven van Ommeren weer gestopt. Dus beide doelmannen verrichten deze middag toch wel kunststukjes. Maar goed, opnieuw EAC op het doel van Sven van Ommeren. Vrije trap. In de muur. En dan is het Vissers die denkt, weg die bal. En zo hoort het ook. In bepaalde situaties moet je die bal gewoon naar voren roeien. Ja, en Thijs van Pol zijn inzet is uitstekend. Hij gaat achter een bal aan die hij eigenlijk toch al weet niet kan hebben. Maar wordt hier opnieuw gelanceerd. Stapt op de bal, valt over de bal. Eigenlijk stapt hij op de bal, dit tot woede van de ERC-spelers. En die worden beide beloond met de gele kaart. En het betreft hier Jesse Wijnen. En ook Olaf Rompelberg krijgt geel voorgeschoteld wegens protesteren. En soms moet je als scheidsrechter de emoties wel eens aanvoelen. Nou, dan krijgen we Olaf Rompelberg weer. Gooit die bal maar diep. Ja, en dit is ook een discutabele beslissing. Want Mark van Dijk krijgt ook na bestuderen van deze beelden in slow motion de bal echt op zijn hoofd. En tot verbazing van alles iedereen geeft hij een vrije trap en een gele kaart aan Mark van Dijk. Die is onterecht. Maar goed, zo was ik de corner in de eerste helft onterecht. Dus wat dat betreft staat het 1-1. Alleen scoorde Gemert daar wel. Dan probeert Mahmoud het maar weer. Gooi die bal er maar eens in. En dan aan de andere kant Gemert weer. Erik van Dijk is mee naar voren gestoomd. Gooit die bal hier links naar Vincent Buijsen. Actie Vincent Buijsen. En ook die bal gaat rakelings voor het doel langs. En het golft op en neer deze wedstrijd. Ja, in dit gebied moet je eigenlijk weinig tot niks doen. De bal gaat nog over de achterlijn via de handen van doelman Sven van Ommeren. De corner die uiteindelijk niks oplevert, want Sven van Ommeren is daar met beide vuisten heer en meester in het 5 meter gebied. Opnieuw een vrije trap, opnieuw wordt die bal hoog ingebracht. De tweede paal is het dan Davy Vermeulen die de bal wegkopt. Dan gaat er gewisseld worden. Is het Joost Habraken die het veld verlaat voor Ralf Kemper.
En Lali Sang dan in het strafschopgebied gooit die bal daar precies voor de voeten van Joeri Vissers en die ja, raakt de keeper. Maar een goede kans was het om de score uiteindelijk op 2-0 te brengen. Ook hier is het de keeper Bulters die een treffer in de weg staat. Dit was een schot van Joeri Vissers. Corner, ook weer genomen door Joeri Vissers die zijn rol op het middenveld wel heeft gevonden bij Gemert. Davy Vermeulen gooit de bal dan terug. En opnieuw komt die bal voor Thijs van Pol. En een katachtige reactie van Job Bulters voorkomt de 2-0 en voorkomt dat de wedstrijd op slot gegooid wordt. En aan de andere kant Jesse Wijnen die de bal weer in het 16 meter gebied probeert te gooien. Maar ook daar is doelman Sven van Ommeren heer en meester. En zo staat het nog steeds 1-0 en wordt gaandeweg de wedstrijd. Ja, hier een terechte gele kaart. Dat is één ding wat zeker is. Davy Vermeulen is degene die er tegenaan loopt. Hij kon niet anders. En hier wordt dan geprotesteerd voor Hens. Maar ook hier was het geen Hens. Twijfel alom, zowel bij de scheidsrechter als bij de spelers. Dan gaat hij even zijn assistent raadplegen en blijkt het een vrije trap voor Gemert op te leveren. Dan komt Kees Brugmans nog in het veld in de slotminuten. Probeert EHC nog met man en macht en ook doelman Job Bulters is mee naar voren om die 1-1 op het scorebord te krijgen. Weer in het 16 meter gebied. Sven van Ommeren kan twee dingen doen. Snel pakken of de bal gewoon even vasthouden. Het laatste is slim, want voor was nog niemand te vinden. En uiteindelijk blijft het 1-0 op Sportpark Molenbroek. 3 zwaar bevochten punten voor Gemert. Man van de match werd Sven van Ommeren. Angelique van der Heijden spreekt na de wedstrijd met hem en trainer Bert. Sven, proficiat met deze prachtige overwinning. Hoe was het voor jou, vanuit jouw zicht? Ja, het was een zwaar bevochten overwinning. In het begin kwamen zij er sterk uit met meteen 2 kansen. Die wisten we te pareren en... zodoende kwamen wij zelf daarna nog op voorsprong en gelukkig hebben we het vol kunnen houden. Dus, Een heel verschil met vorige week, toen stond je eigenlijk maar de hele tijd een beetje warming up te doen. Ja, het was ijskoud en heb ik bijna geen bal gehad en vandaag was het een totaal andere wedstrijd, ja. Echt prachtige overwinning, ja. Echt flink bevochten. Ja. Hoe was het voor de jongens in de kleedkamer in de rust? Ja, het is toch, je staat met 1-0 voor en dan gaan we kijken hoe we dat op gaan pakken. En, we besloten om zo door te gaan. We hadden in ieder geval de volste vertrouwen in. Dus, En dat kwam ook helemaal goed. Ja, zeker. Nou, gaan we gauw naar de kleedkamer vieren, jongen. Ja, zeker. Dankjewel. Bert Ruijs, winnende coach vandaag. Geweldig, gewoon wedstrijd. Ja, het was een enerverend potje. Ik vond dat we een uitstekende tegenstander tegen hadden. Die in de eerste fase ons wel een spel liet maken, maar een aantal keren heel gevaarlijk uitkwam. Ja, eerste bal tegen de paal aan, daarna schoten wij wel een keer tegen de lat. Nou, maar goed, ik vond de eerste helft dat ESC op punten wel voor had kunnen staan. Maar goed, uit die corner maken wij 1-0 en dat was natuurlijk uiteindelijk de winnende. Ja, als je dan de rust in gaat, dan ben je tevreden, maar je maakt je ook wel een beetje zorgen. Nou, we zijn daarna, dat hebben jullie misschien ook wel gezien, toch wel wat dichter bij elkaar gaan spelen, linies wat korter. Ja, aan de basis van de tweede helft, dan blijft het spannend omdat het 1-0 is. Maar het enige wat we dan kwalijk moeten nemen is dat we niet die tweede maken. En dan zitten we eigenlijk wel rustig. Maar voor de rest een prachtig potje. Ja. En dan wil ik het natuurlijk even hebben over jouw afscheid aan het einde van het seizoen. Dat had je al lang bedacht voor jezelf. Nee hoor. Dat is gewoon een heel mooi en natuurlijk proces. Dat is iets waar we met bestuur over gesproken hebben. En dan kijk je een beetje hoe alle parameters staan. Ja, en uiteindelijk kom je gewoon tot een conclusie. En ik hoop uiteindelijk dat ze over 2 jaar weer bellen. Maar nee, dat is flauwkeur. Maar ja, het voelt gewoon goed, het is goed en dat moet ook zo blijven. Goed zo. Bedankt Bert. Ja, graag gedaan.